Voor iedereen die de plug-in hybrides inmiddels helemaal zat is, komt er een zware tijd aan. Natuurlijk, de Mitsubishi Outlander PHEV is inmiddels wel een beetje over zijn hoogtepunt heen. Maar daar staat tegenover dat er nog veel meer aan zit te komen. We hadden net al die Outlander, we hadden al de Ampera en de Chevrolet Volt. Maar straks komt de C-Max plug-in, de Mercedes S-Klasse plug-in, de Porsche Panamera plug-in, de Porsche Cayenne plug-in. En heel belangrijke nieuwe auto's, de Audi A3 e-tron en de Volkswagen Golf GTE. En de e-tron heb ik bij me, volgend jaar goed voor 7% bijtelling. Bijzonder aantrekkelijk omdat hij zo op een normale auto lijkt. Maar 7% bijtelling, dat geldt ook voor de BMW i3 met range extender. Daarmee zijn ze gedeeltelijk gelijk, maar ze zijn ook compleet anders. En daar ga ik het vandaag over hebben. Oké, we hebben deze modellen alle twee al een keer op video gehad, dus ik ga niet opnieuw de hele basis uitleggen, maar puur even focussen op wat nou zo anders is aan deze twee modellen. We beginnen in de i3, onze duurtester. Dat is een i3 Rex, zoals BMW noemt, en Rex staat dan voor Range Extender. Dit in tegenstelling tot de i3 BEV, wat staat voor Battery Electric Vehicle. In basis is het een elektrische auto, we hebben accu's erin, die laad je op door de stekker in te pluggen, in wat voor laadpaal dan ook. En dan kan je een x aantal kilometer elektrisch rijden. In het geval van de i3 komen wij tussen de 100 en 130 kilometer ver ongeveer. Dat is een groot verschil, maar het is omdat een paar dingen maakt heel erg uit. Hoeveel snelweg rijd je, want veel snelweg is slecht voor de actieradius. En hoe warm is het buiten, want veel kou is ook slecht voor de actieradius. Dus dat fluctueert behoorlijk. Maar boven de 130, dan moet je wel erg rustig aandoen, dus reken niet op meer. Accu leeg, dan heeft deze auto dus een 2-cilindertje aan boord als range extender. Die laat de accu bij en dan kan je de volgende laadpaal halen. Het is dus niet de bedoeling dat je op die range extender ver gaat rijden. Dat is gewoon onprettig. Dat ding raalt tot achterin. Er gaat ook maar iets van 10 liter benzine in. Het is echt bedoeld als noodaggregaat. In zo'n geval, in de combinatie van stekker en benzine, zijn er twee getallen van belang. Het eerste is, hoe ver kom je op je accu's? Het tweede is, wat is het verbruik op benzine als je accu's leeg zijn? Nou, met die Rex is dat 1 op 12, 1 op 13. Is eigenlijk niet eens zo zuinig. Hij is ook niet voor bedoeld, maar even goed, voor zo'n autootje als dit had het misschien wat zuiniger gekund dan dat. En het interessante is nu, elk getal ertussenin, dus tussen 0 als je op elektriciteit rijdt en die 1 op 13, kan je halen als je het combineert. Als iemand zegt van, je hebt een opgave voor een plug-in hybride en die moet je halen, dat is de grootste onzin die er is. Dat getal bestaat niet. Dat is heel belangrijk, want er gaan bijvoorbeeld stemmen op dat het fictieve verbruik van de plug-in hybride, daar mogen mensen er niet van afwijken of zo. Dat werkt niet, want dat getal bestaat niet. Dat is heel anders dan bij een gewone auto, waarbij je een standaard afwijking hebt van 10 of 20% te onzuinig. Hier is het getal, het is maar een greep gedaan van, nou ja, je moet zoveel kilometer elektrisch en dan nog een rondje benzine en dan komt het getal uit. Maar dan kan je natuurlijk nooit iemand aanhouden. Maar je kan van de i3 zeggen wat je wil, hij nodigt uit tot elektrisch rijden. Hij rijdt fijn op elektriciteit, hij komt best ver, hè? Het is niet 60 kilometer zoals het in een Ampera was. En met stroom heeft hij lekker veel power, waar ik het eerder over heb gehad. Dus het is geen auto waarbij het aantrekkelijk is om op benzine door te rijden. Hoe anders is het dan wel of niet in die Audi? En we hebben hier een Audi A3 e-tron. En die heeft ook accu's met een stekker en die heeft een benzinemotor. Dat klinkt hetzelfde als die BMW en is het ook hetzelfde? Nee, dat is totaal niet hetzelfde. Het is een heel ander concept. Wat is nou het verschil? In die BMW rijd je op stroom zolang het kan. Daar is hij voor gemaakt en de rest is noodhulp. En hier heb je een accu. En stel voor je rijdt alleen op stroom, dat kan. Dan kan je een knop instellen, bam, EV-modus. Dan kom je nou maximaal 40 kilometer ver en reken in de winter op 30, 35. Dan is het echt wel op. 50, dan moet je gaan hypermilen. Maar daar is die auto niet voor bedoeld. Eigenlijk raadt men dat af om dat te doen. Wat is dan de bedoeling? Nou, simpel dat je al die stroom gebruikt als ondersteuning voor de benzinemotor. Op die manier rijd je zo zuinig mogelijk. Dus, wanneer rijd je op stroom? In de file, in de stad. Andere dingen waar een beetje loopt te huppelen, keren, steken, stoplichten, dat soort dingen. Daar gebruik je stroom, want dan is benzine heel onzuinig. Maak geen lawaai, je hebt lekker veel trekkracht, prima. En draai volgens de snelweg op, of een 80 kilometer weg, dan slaat de benzinemotor aan. En dan rijd je benzine, want dat zijn wegen waar je heel zuinig kunt rijden. Staan we hier voor stoplicht, gaat die uit. Eerst stukje ga je weer op elektriciteit en zo verder. En in die combinatie kan je natuurlijk heel efficiënt benzine verstoken.
Het is niet een onbekend systeem. Toyota heeft het eerder gedaan met de Toyota Prius plug-in. Die was er in de tijd van Opel Ampera, maar die reed ook net zo anders, net als deze twee auto's. Die Prius plug-in deed hetzelfde. En het grappige is dat als je stroom op is, en is dus relatief snel, is deze auto veel zuiniger dan die BMW. Want eigenlijk rijdt hij als een gewone seriehybride. Ik heb het een paar keer geprobeerd, heb ik de accu zo leeg mogelijk gereden. Hij raakt niet op, want de motor gaat op een gegeven moment bijladen, maar dat er nog 2 kilometer op staat. Wat verbruik ik dan? Nou, als je gewoon een beetje normaal rijdt, reken op tussen de 1:16, 1:16,5 zo. En dat is op zich best netjes voor een auto als dit. Kijk, ga je hypermijlen, dan ga je natuurlijk naar 1:18, 1:19, 1:20 misschien wel. Maar een Toyota Prius plug-in is duidelijk zuiniger dan deze auto. Dus in die combinatie met stroom kan je ook weer elk verbruik halen in deze auto tussen 0, als je alleen maar op stroom rijdt, en 1:16,5, als je alleen op benzine rijdt. En het lijkt dus zuiniger dan die BMW, maar dat is niet helemaal eerlijk, omdat je in praktijk veel sneller op benzine zal rijden dan in die BMW. Is dat erg? Nee, want zo is deze auto bedoeld. Hij is niet bedoeld om alleen op stroom te rijden, hij is bedoeld dat je die accu gebruikt om hele nette benzinescores neer te zetten. En ondertussen hebben ze natuurlijk wel hetzelfde voordeel, allebei 7% bijtelling. En laten we wel zien, in Nederland is dat het enige wat het toe doet. En dat is eigenlijk voor die BMW een beetje oneerlijk. En zo voelt deze hele test, want als ik nou moet zeggen welke auto is fijner, ja, die Audi die is ruimer, hij is comfortabeler. Hij ligt eigenlijk ook beter op de weg, want die BMW heeft dunne bandjes. Hij reageert wel strak, maar echt heel vol en dynamisch voelt het ook weer niet. Je kan veel makkelijker benzine rijden, dus hij is veel flexibeler in zijn gebruik. En daarmee is die Audi natuurlijk een veel fijnere auto. En dat is eigenlijk zo gemeen voor die BMW, want die is eigenlijk gewoon veel te geavanceerd. Die is bedoeld voor alleen stroom, maar ja, zover zijn we nog niet. En benzine is ook niet zo duur dat het loont om alleen op stroom te rijden. Als het nou 4, 5 euro de liter is, dan kan je beter die BMW nemen, want dan ben je veel goedkoper uit. Maar die Audi past veel meer in het concept van nu. Ook als BMW technisch veel verder. Ja, dan is een Audi dit moment eigenlijk de betere auto, hè, als je een leaseauto moet hebben. En dat spreekt eigenlijk bijna voor zich als je de getallen naast elkaar legt. En het zegt eigenlijk niks over de BMW. En ook niet eens zoveel over de Audi, maar meer over ons huidige belastingstelsel. Dat sommige dingen aan elkaar gelijk geschakeld worden, terwijl ze niet gelijk zijn. Dit was maar een korte vergelijking tussen deze twee auto's. Wil je nou de volledige test lezen? Hou dan Autoweek in de gaten. Daar staat de volledige vergelijking in tussen de Audi A3 e-tron en de BMW. Bovendien, haal er even erbij hoe verhouden zich nou tot een Volkswagen Golf GTE en een Toyota Prius plug-in.